Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Heb je ook afgevraagd wat erbij komt kijken bij de bouw van een Tjalman bemester? Blijf dan even kijken. Mijn naam is Victor, achter de camera zet Gerard. Al het laswerk doen we zelf. Het snijwerk zoals dit, dat is uitbesteed. Ja. Al het draaiwerk dat wordt uitbesteed, het komt hier samen. Dit is een framedeel van het bemester. Wordt netjes afgelast, afgewikt en dan gaat het vervolgens door naar de poederkoker. We doen zelf niet spuiten, dat wordt allemaal door derden gedaan. Okay. We hebben die framedelen, die worden inmiddels met robot afgelast. Die robot die moet het allemaal perfect aflassen. Ja. Het is ook mijn liefhebberij. Hè? Ik vind het gewoon het allermooiste wat er is, dat je een eigen product bouwt naar de specificaties van die mensen willen. En die gaan ook nog met ons product draaien. En als ze dan op willen, we zijn tevreden. Ja, dat vind ik gewoon echt, dat vind ik super. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld ook, ik kan alleen al over zo'n afsluiter een heel verhaal houden. Dit is een roestvrij stalen meskant afsluiter. Heel mooi woord voor galgje. Roestvrij stalen. Ja, maar het is een industrie afsluiter. En het houdt in, hij gaat niet kapot. Over 10 jaar doet hij het nog. Ik ben te vaak s'nachts uit mijn bed gebeld van we hebben een afsluiter kapot met het sleepslang bemesten. Kun je even heen brengen? Daar vind ik niks aan. Nee. Maar die chauffeur die erop zit vindt er ook niks aan. Nee, ik ben niet op de wacht. Die zit er ook niet op te wachten. En die vrachtwagenchauffeur die staat te wachten omdat er een klep kapot is, die vindt het ook niet leuk. Nee. Dat zijn dingen, dat wil ik voorkomen. Dan maar een beetje extra, maar dat moet niet gebeuren. Ja. Deze bemester die komt achter die vervaart van Oosten. Oké. Okay. Wat is hier nieuw aan? Hij heeft 45 centimeter grote schijven. Oké. Okay. Deze bemester is eigenlijk bedacht in eerste instantie als bouwlandbemester. Om op eventueel beteeld bouwland te kunnen doen. Dus kraan, maar ook grasland. En dat is een andere insteek eigenlijk. En hij kan ook in rijen bemesten. Oké. Okay. En dat is met name voor aardappelland en maisland is dat wel een opkom. Ja. Je kunt echt per element kun je hem afsluiten, zeg maar. Deze die is per 2 elementen, dus per 75 centimeter. Ja, en gaat dan het element gaat dan omhoog klappen of sluit hij echt alleen maar af? Ja, hij gaat omhoog en je sluit hem af. Ja, precies. De balk blijft gewoon zo staan. In principe ben je niet eens een hert nodig. Nee. En deze cilinder die heeft eigenlijk drie functies, eigenlijk vier. Maar hij drukt hem op en hij zet hem vast. Ja. Op transport zit hij ook vast, heel belangrijk. Hij klapt het ook niet. Naar beneden, dan zet je druk op deze cilinder. Dus je kunt daarmee de sleufdiepte ook bepalen. We hebben nu gezien hoe een Tjalman bemester wordt gebouwd. Ben je ook benieuwd naar hoe deze Tjalman bemester het doet achter deze vervaat, achter ons? Geef het even door in de reactie. Hieronder. Vergeet vooral niet het filmpje even een dikke duim te geven en ook niet te abonneren. En vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal aangetreden.tv. Ik zou zeggen, tot volgende week. Victor, wat ben jij nou aan het doen? Ik ben gewoon aan het sleepslangen. Kijk maar. Hey, dat is slang slepen, niet sleepslangen. Wat jij wil.